Hallo allemaal, welkom bij My Team, waar wij een eigen team op gaan starten, uiteraard, vanaf het begin. Ik ben wel heel nieuwsgierig, 16 races, dat zou winst zijn, dan kan Monaco eraf. Maar ja, welke circuits houden we nog meer af, hè? Dat is dan de vraag. Ja, precies, ja. Nou, we gaan gewoon 20 races doen. Eerste seizoen, geniet er intens van. Uiteraard gaan we de instellingen aanpassen. De hulpmiddelen, dat is met racestuur, is dat dit. Dat staat prima. Trainingformat volledig, daar doe je niks aan. En wij gaan 50% races rijden. Dit zullen we allemaal aanlaten onder de VIN. Safety car aan is uiteraard prima. Nou, dit zullen we gewoon omdat het kan op 100 zetten. Ik ben niet blij van, want dan finish je altijd laatste, maar daar gaat het verder niet om. Nou, de rest is prima en dan zijn we er. Die 80% dat is voor met Davy natuurlijk. Nou, ik heb icons. Die kun je in het eerste seizoen toch niet nemen. En je kan ze op elk moment inschakelen. Maar voor de mensen die er niet bekend mee zijn, dan kun je nu wel even kijken wie en hoe goed ze zijn in het spel zitten. Dus dan gaan we beginnen. En het eerste wat we moeten doen is het maken van een coureur. Nou, normaliter race ik altijd met deze. Hij heeft een baardje, dus dat is winst. Maar, ja, ik heb al een carrière met mezelf, dus dat is niet heel hard nodig. Deze ziet er eigenlijk gewoon hetzelfde uit, dus ik weet niet waarom dat dan een ander is. Dus, het verhaal is als volgt. Wie is dat? Jarno Opmeer, dat lijkt ondergemiddeld. Casper Ackerman is gestopt bij Alfa Romeo. Maar heeft spijt. Want Casper heeft ondanks het positieve eind toch een minder prettig gevoel overgehouden aan het gevecht met Butler en de niet zo'n goede kwaliteit werkrelatie met Aiden Jackson. Maar op zijn leeftijd wel geen teamen meer hebben. En dus heeft hij besloten zelf een team te maken. Nou, kwestie is, hij is natuurlijk al op leeftijd, dus 10 seizoenen met hem doen zou niet bijzonder realistisch zijn. Maar de kans dat we 10 seizoenen doen is ook niet heel groot. Dus dat maakt niet uit. Het mooie van Casper Ackerman, evenzo Aiden Jackson, is dat hij volledig in het spel zit. Inclusief helmen, pakken, enzovoort. Het enige nadeel is dat hij en de ander ook overigens. Oké, Casper zit er dus niet in, daar heb ik me dan op verkeken. Ackerman ook niet, denk ik. Nee. Nou, dat is gek. Misschien is Casper dan met een K. Dat zou nog erger zijn. Het enige nadeel is delivery, want daar kun je sponsoren op zetten. Dus die zullen we dan ook niet doen. Nou, hoe gaan we hem dan noemen? Dat is een beetje een oude lul natuurlijk. Dus we horen de professor, joh, wat maakt het uit. Hè? Coureursnummer van Ackerman was volgens mij 58, maar dat weet ik niet zeker. Maar goed, laten we er gewoon voor gaan. Hoppatee. En door. Nou, de kleding is ook heel makkelijk, want hij heeft gewoon zijn eigen pak, zijn eigen helm enzovoort. De helm gebruik ik in carrière zelf ook, want het is een Nederlandse helm, dus dat is leuk.
Op het pak weet ik niet of wel sponsoren komen te staan. Op de handschoenen volgens mij wel. Alleen als je de handschoenen sponsoren wil hebben, moeten ze ook op de auto staan. Ja, dus. Nou, dat klinkt prima, hartstikke fijn. Nou, ik had deze stream aangekondigd met als verhaal daarbij. Dan kun je helpen kiezen welke coureur we nemen. Maar er zijn nog niet heel veel mensen online. Er is ook geen tijd natuurlijk om te streamen. Mensen werken gewoon. Niet iedereen heeft vakantie natuurlijk. Akkerman. Racing. Bam. Hop. Ik had nog getwijfeld over een sponsor, maar in de naam, maar dat gaan we niet doen, want dat zou dan een hele lange naam worden. Goed. Ja, je wil natuurlijk in principe wel gewoon goed geld verdienen. Maar het moet wel realistisch zijn. En ja, op 100% AI weet ik niet in hoeverre dat heel goed gaat komen. Kijk, in principe 5 keer in de puntenfinish moet kunnen. Een redelijk hoge doelbonus, een goede contractbonus. Het wekelijks inkomen is ook prima. Het hoogste wekelijkse inkomen is Xenon en XXI. Maar ja, die hebben dan wel weer veel lagere contractbonus. En de doelbonus valt wel mee. Dus we gaan gewoon voor duotonen of het halen, weet ik niet. Maar we gaan er wel voor. Nou, dit zijn de motoren. Ik denk dat de meesten er wel bekend mee zijn. In mijn persoonlijke My Team verhaal rijd ik met een Mercedes. De Renault motor vind ik het mooist klinken, maar dat is een vrij slechte motor. Maar ik ben wel fan van minder penalties pakken. Dus hier gaan we voor de Ferrari. Akkerman is natuurlijk bij de Alfa weggegaan. Dus die heeft wel ook met Ferrari goede contacten. Dus dat is nog redelijk realistisch. Nou, als we dan hier gaan kijken naar de betere coureurs. Dan zien we Robert Schwartzman. En Robert Schwartzman is degene die ik eigenlijk het liefst zou hebben. Het enige nadeel voor Robert Schwartzman is dat zijn concentratie niet zo hoog is. Jack Aitken heeft het vrij goed gedaan in de Williams, maar is qua racekracht weer veel minder. Wel beter qua ervaring, maar goed, tempo, daar heb je ook wel wat aan. Dus, gezien ik in de chat niks zie over wie we willen hebben, gaan we gewoon voor Robert Schwartzman in het intens van. Nou, dan moeten we nog een livery selecteren. Het opstarten van een team duurt vrij lang, dus vandaar ook proloog in de titel. De livery waar ik mee rij in mijn eigen carrière is hier niet te zien. Want dat is niet... Oh, dus, nee, dat is niet deze. Ik rij met gifgroen. Maar oké, meestal bewaren ze dat. Doe je niks aan. Ik vind dit wel een mooie livery overigens. Dit is de Devin Butler livery, de Aiden Jackson livery, die vind ik veel te druk. En de Casper Ackerman Nederlandse livery, daar gaan we wel mee starten. Maar zodra we onze eerste sponsor krijgen, dan zullen we toch een ander ontwerp gaan doen. We moeten ons merk bekijken. En dan de team branding, de badge vind ik allemaal niet zo heel gek spannend. Ik hoef ook niet per se een achtergrond, dat leidt alleen maar af. Nou, dan hebben we Akkerman Racing. Akkerman is met een A. Er zit volgens mij wel een ding in met een A. Precies, Akkerman, hartstikke fijn. Kleurwijzer, dan gaan we allereerst deze gaan we op zwart. Precies. En deze maken wij oranje, want wij zijn Nederlanders. Hartstikke fijn. Nou, dit lijkt mij een prima embleem voor Akkerman Racing. Maar dan gaan we wel voor
deze. Die vind ik, ja, die is mooi. Dus opslaan en afsluiten. 10 kleuren. Ik ben graag wel goed zichtbaar in de... in de map en zo met wie waar rijdt. En als we oranje nemen als basis, denk ik dat dat moeilijk te zien is met McLaren. Maar goed, we gaan er gewoon mee starten. Dan gaan we zwart. En we moeten er nog heen. Makerman heeft eigenlijk alleen oranje en zwart. Dan gaan we voor wit. Dat zal voornamelijk van toepassing zijn natuurlijk in de garage en de teamkleding van de pitstops. Dus heel spannend is het niet. En dan gaan we nu op doorgaan drukken. Behalve als er nog iemand enige objectie heeft tegen Robert Zwartsman als teamgenoot. Dan heb je nu een halve minuut om dat te zeggen terwijl ik een slokje drinken neem. Welkom terug, Larsie. Nou, de halve minuut is voorbij, dus geen objectie tegen Robert Zwartsman als teamgenoot. En door. Tijdens de cutscene zal ik proberen mijn mond te houden. Ik vind dat moeilijk. Maar we gaan het wel doen. De instelling heb je gemist, Larsie. 100% AI. Ik beloof je, dat wordt absoluut niks. Praten en racen tegelijk is niet hetzelfde, maar gelijk op het podium staan in my team is ook niet realistisch. Een zwarte helikopter is wel mooi op zich. Dit is een vrij lang moment om niks te zeggen, moet ik zeggen. Ja. Teams die lager in de pickorde staan, mogelijk de kans krijgen om met grotere teams te strijden. Dit is goed voor hem en geweldig voor ons als kijkers. Maar wat denkt onze nieuwe team-eigenaar van deze nieuwe regels? Beschouwt hij ze als een uitdaging? Ik vind het hoofdkwartier wel fantastisch. Dit interview is belangrijk, want dit interview bepaalt hoe goed de auto is en hoe goed jouw beste department is. Alle uitnodiging en wat geweldig om een kijkje in jouw keuken te maken. Dit ziet er nog wel mooi uit met wit en zwart. Laten we snel beginnen. Naar mijn bescheiden mening. Nou, het antwoord niet wat makkelijk is, is de moeite waard. Past wel bij Casper natuurlijk. Met zijn het gevecht waar hij het hardst voor moet vechten, is het gevecht wat het meest waard is. Over de teamgenoot kan ik zeggen dat er veel potentie in zit. Jullie hebben natuurlijk veel werk in de auto. Wat verwacht je dat hij aanvoelt op de baan? Nou, over het algemeen. Ga ik voor engine en voor aero, dat hetzelfde als Larsie.
En om precies te zijn, zolang het mogelijk is, ERS en drag reduction. Nou weet ik niet precies wat hier bij drag reduction is, maar we gaan erop gokken. Hier hebben we een ERS antwoord. Ik ga hier wat sneller doorheen hoor, want ik neem aan dat iedereen die dit al wel gezien heeft. Ja, alles draait om power, dus dat op zich is waar, maar drag reduction, dat is winst. Nou, en dit is dan de vraag welke afdeling ik wil dat het beste is. We rijden met de Ferrari motor, die is vrij goed qua durability, maar niet qua performance. Dus de upgrades aan de power unit zullen wel gelijk moeten beginnen. Dus dan gaan we ook gewoon voor de aandrijflijn afdeling. Graag gedaan voor mijn tijd. Bedankt voor vandaag, dat waardeer ik. En uiteraard ook dank aan alle kijkers thuis. We zien jullie snel weer. Dan is de vraag hoeveel ontwikkelingspunten hebben we en hoeveel geld hebben we over. Duizend ontwikkelingspunten en 1,3 miljoen. Nou, die 1,3 miljoen dat gaan we gelijk uitgeven. En waar ik mee ga beginnen is dus niet waar ik wou mee beginnen, want dat is dit. Maar de duurzaamheid is vaak goedkoper, inderdaad, maar dat geld hebben we ook niet. Nou, stik erin. Dan gaan we naar de ontwikkeling en wat ik eerst ga doen, want penalties is de versnellingsbak. En tot zover onze ontwikkelingspunten. Dus dit is nog redelijk normaal. Voor de mensen die net kijken, dan hebben we hier onze coureur Robert Zwartsman. 76 concentratie vind ik niet bijster. Maar het is beter dan niks. Nou, activiteiten, heel belangrijk. Normaliter zou je denken, doe een trainingskamp voor je coureur. Maar in het eerste seizoen scoort je coureur eigenlijk nooit punten. Dus dat is zonder tijd. En geld kunnen we goed gebruiken, dus merchandise verkoop. Wat we ook goed kunnen gebruiken is team acclaim. Want daarmee pak je sneller sponsoren. Coureur acclaim levert op de lange termijn meer team acclaim op, maar dat interesseert me dan weer minder. Nou, de geur van de nieuwe auto. Rut heeft de service online gezet, dat is fijn, dankjewel daarvoor. Nog simpel uit, dat klopt. Nou, dankjewel Rut Kowalczyk, als ik het goed uitspreek. En Ben hier legt even uit hoe de faciliteiten werken, maar daar ben ik niet onbekend mee. Dus, wat we wel nog even moeten doen bij mijzelf, is geld uitgeven aan de middelenpunten en geld uitgeven aan de vermogensmapping. Social media team interesseert me oprecht helemaal niks. En de media coaching interesseert me zo mogelijk nog minder. Maar minder engineware is altijd winst. Goed, nou, dan hebben we volgens mij alles gedaan wat we voor de races moeten doen. Dus hier komt meer geld binnen. Hier komt nog meer geld binnen. En dan hebben we 1,51 miljoen. Dus dan kunnen wij direct de middelpuntengeneratie doen van de durability. In vorige spellen kon je echt heel snel upgraden ten opzichte van de AI. Dat is hier al wat minder. Dus vandaar mijn middelpuntengeneratie wensen. En dan gaan we nu naar de auto-onthulling. Voor de mensen die toen nog niet keken. Dit is een tijdelijke livery. Die gaat eraf wanneer dat wij sponsoren hebben. Dit is dus de basislivery van Casper Ackerman. Ik vind het ook oprecht een hele mooie livery.
Oranje is mijn favoriete kleur. Dat heeft dan niks te maken met het feit dat ik Nederlander ben. Geef groen is mijn tweede. En ja, normaal combineer ik dat tot een afgrijzelijk felle Formule 1 auto. Maar dit vind ik oprecht, nou, zo mogelijk de beste livery die er in dit spel zit. Nou zitten er nog niet heel veel liveries in, maar het is ook beter dan de liveries die we vorig seizoen hadden. Wat ik wel ben vergeten is dat we natuurlijk ook nieuwe ontwikkelingspunten hebben. We waren ergens mee bezig, dat was de versnellingsbak inderdaad. Het motorvermogen vind ik niet zo heel spannend. De ERS wel, maar dat is gelijk een hele grote. Dus wat dan vaak ook wel helpt is gewichtsvermindering. En die kunnen we wel betalen. Dus hoppatee, geniet ervan. Lassie meldt tussen groen en geel in. En dan met zwart. En dan tussen groen en geel in heb ik een beetje in mijn hoofd de kleur van Bron GP. En dat met zwart is inderdaad een vrij mooie combinatie. Nou, dat is wel zonde. Wij hadden niet genoeg geld voor een reclamecampagne. Ja, daar heb ik dan weer minder goed over nagedacht, maar het is niet anders. Ja, Bron GP Lando Norris helm is wel de goede kleur inderdaad. Ik vind dat een hele mooie kleur. Oprecht. Alleen vond ik het met wit niet zo mooi op de Bron staan. Ik heb wel een Bron GP auto in mijn kast staan, dat dan weer wel. Want Button, daar was ik vroeger toch fan van. Niet zozeer fan, want ik ben altijd wel fan geweest van Raikkonen. Maar ik vond Button als persoon gewoon prima. Nou, hier krijgen we dan eerst even een uitlegding. Dat hebben we niet echt nodig. Maar Ben, welkom. Ik dacht eenmaal welkom geheten had, maar bedankt. Tutorials, ik denk niet dat iemand dat nodig heeft. Weekend vooruitblik is altijd fijn om het weer dan te lezen, maar dan staat er onder. Nou, niet geheel onverwachts is het weer gewoon droog. Nou, dit zijn alle onderdelen die wij gekregen hebben. Grotendeels dankzij hetzij Ferrari, hetzij onze interviewvragen. Dat zijn de best wat. Als we dan even snel gaan kijken naar hoe goed onze auto is, dan staan wij boven Alfa en onder Alfa Tauri. Betekent wel dat ik één vraag anders heb geantwoord als anders, want vorige keer stond ik ook boven Alfa Tauri. Maar goed, je kan niet alles hebben. Bahrein is een race, daar kun je heel goed presteren. Het kan ook volledig misgaan. Maar laten we eerst kijken welke trainingsprogramma's we kunnen draaien. Uiteraard rijd ik alle trainingen zelf. Met uitzondering mogelijk van het eind van het seizoen, wanneer wij een motor gebruiken waar we niet meer mee kunnen racen. Het is mij ter oren gekomen door andere streamers, YouTubers, dat wanneer jij je training overslaat, jouw engine wear significant toeneemt. Nou, daar heb ik dan weinig behoefte aan. De garage tutorial heb ik al een keer gedaan. Ik heb ook de tutorials uitstaan, maar goed, het is niet anders. Race strategie, bandenmanagement, kwalificatietempo. Nou, normaal zou je zeggen is dat allemaal prima te halen. Maar normaal rij ik niet met de AI op 100% terwijl ik stream. Dus ik beloof niks. Mensen die de afstelling interessant vinden, scrollen we er even doorheen. Vleugel 6-9. Versnellingsbak 70-55. Ophanging, ga ik niet voorlezen, maar neem er even een metalen foto van. Nog meer ophanging, vrij basis. Dit is ongeveer hetzelfde als wat ik gebruik in Hongarije anders. Remdruk 155 en de banden voor vrij zacht, achter vrij hard. Ik verwacht eigenlijk heel weinig van deze vrije training. Maar we gaan het wel even proberen natuurlijk. Sowieso is de vrije training, zelfs als je het programma niet haalt,
winst om te doen, want je krijgt dus tegenwoordig kortingskaartjes. En die kortingskaarten krijg je ook als je je programma mist. Dus dat is winst. Ik vind dit oprecht een mooie auto. Ik ben nu alleen wel iets meer gewend om te racen in de Aston Martin. En dan voel je wel gelijk dat een My Team auto niet hetzelfde is. Och, heden. Overigens, Larsie, vind ik het zelf altijd hartstikke leuk om andermans liveries ook te zien. Dus mocht je Twitter hebben en een screenshot, voel je vrij dat te delen. Voel je ook vrij het niet te doen. Mijn Twitter is uiteraard hetzelfde als mijn Twitch. Geldt voor de andere kijkers ook over, dus inspiratie is altijd leuk en ik vind het altijd leuk om te zien waar mensen mee komen. En qua bandenslijtage gaat redelijk, maar qua tempo gaat niet goed genoeg. En dit noem je dan overcompenseren en tot zover de redelijke bandenslijtage. Terwijl je met de ERS gewoon best wel wat delta terug kan pakken, dus dat was een beetje dom. Maar dat ik nog redelijk aan de delta lijkt te komen, dat valt niet tegen. En paars. Nou, wat willen we nog meer, mensen? De banden onder een bepaalde temperatuur houden is altijd onmogelijk in mijn geval. Waarom weet ik niet. Dit is niet online, dus we kunnen gewoon terug naar de garage. En dan schieten we lekker op. Ik had ook verwacht dat het opzetten van 10 wat langer zou duren, maar goed, we hebben wel 50% races. Haal een geschatte kwalificatiepositie van 13 of beter. Nou, ik heb nieuws voor je, dat 17e wordt gans onmogelijk. Maar ook dit gaan we uiteraard gewoon proberen. Afhankelijk van het circuit is de race simulatie meestal nog wel goed te doen. Daar zit je soms best wel een seconde onder. Ons vorige rondje was dus langzamer dan Räikkönen, de andere oude lul in het veld. Dat biedt weinig hoop. Maar goed, ik reed ook niet per se alsof ik een bandenbesparingsprogramma aan het rijden was. Dus het is ook niet zo dat ik opeens heel veel langzamer was. Daar brak de achterkant wat uit, dat is ook nadelig. En ze zijn blijkbaar de heg aan het snoeien ofzo, ik heb geen idee. Maar mocht je denken, wat is dat voor herrie? Dat is niet de Ferrari motor. Dat vind ik ook jammer overigens, als we toch over dingen hebben die ik jammer vind. Waarom, nadat iedereen de vorige jaar al om gevraagd heeft, kun je nog steeds nergens op de auto powered by en dan je engine supply? Dat is gewoon zonde. Elk team heeft toch zijn engine supply op de auto staan, dus waar is mijn Ferrari sticker? Ik moet zeggen dat ik de Ferrari ook nog wel redelijk vind klinken ook overigens. De Ferrari hebben we natuurlijk al kunnen horen in Breaking Point met Alfa Romeo. Maar goed, 15e onder de verwachte tijd voor de qualifying program zonder echt noemenswaardige fouten. Dat is toch een nadelige situatie. Maar we zijn in ieder geval nu sneller dan Räikkönen. De snelle sector 1 hebben we ook niet gehaald. Dus dat is ook een kaartje minder. Kijk, en met stuur kun je deze bocht lekker nemen, dat is winst. En terug, en dan gaan we nog een race simulatie doen.
Heeft niet elk team de supply erop staan, nee? Oké, nou, dan heb ik niks gezegd. Zou ik het nog steeds leuk vinden, maar dat geheel terzijde natuurlijk. Voorheen kreeg je ook nog punten per trainingssessie als je naar buiten gaat. Ik weet niet of dat nog steeds zo is, qua resource points. Dus ik doe alles gewoon in de eerste vrije training, want dat scheelt laadtijd. Het is wel zo, dat was in ieder geval in 2020 zo, en in 2021, ja, kan ik er niet echt heel veel over zeggen. Dat als je zelf op de baan zit, jouw teamgenoot ook op de baan zat. En dan punten gaat verdienen. Mijn teamgenoot staat gewoon elke keer dat ik er langs rijd nog binnen. En ik moet ook zeggen dat het me vaak overkomt dat mijn teamgenoot geen punten pakt in de vrije training. Competitieve bochtensnelheden, ja, dat probeer ik wel natuurlijk. En brandstof besparen aan zich is nou niet echt iets wat je in een race run wil doen. Die fout heb ik vanmorgen gemaakt in de race met Sumigamer. Maar dan rekent hij daar ook je race fuel op uit. En dan moet je opeens dik gaan besparen. Ja, dat schoot weinig op. Dat heeft mij een positie gekost. En ik ben nu mijn raceprogramma niet aan het halen. Dat is vrij teleurstellend om te vernemen. Het goede nieuws is dat je ook hier met je ERS wel wat tijd terug kan winnen. Maar of dat per se 15e is, dat is een hele goede vraag. Hier stuurde ik wat laat in, maar dan wel iets te diep eigenlijk. Dus dat helpt ook niet mee. Hier kun je ook nog wel wat spelen dat je wat wijd uitkomt, maar ik nam hem te diep naar binnen, dus ja. Het zij zo, we hebben nog een tiende die we moeten winnen. Dat kan gewoon hier met ERS, maar dan moet deze bocht wel goed gaan. Want anders red je het dus net niet. Het neemt nu eerst af, zijn we op tijd in het groen? Ja! Nou, dat is één ronde gehaald, dat is mooi. Pure winst. Dan moet de rest van de ronde nu gewoon beter dan net. Helaas rem ik hier te laat en dan krijg je dit. Maar goed, we hebben gewoon, omdat het kan. Ha! Dit. En het is vrije training, dus het is ook niet zo dat het heel veel invloed heeft. Normaal gebruik ik flashbacks in de race alleen als er dingen zijn waar ik zelf weinig invloed op heb. Als ik spin, dan is het wel gewoon mijn eigen fout. Soms gebruik ik er dan één. Omdat, ja, appel. Zou er voor mij iemand spinnen en ik paal daar een voorvleugel tegenin, dan wil ik nog wel eens een flashbackje doen. Want wij zitten hier niet voor de goede performance. Voor de goede performance kun je beter Tom 97 HD gaan kijken. Hoe hij dat doet, dat is ongelooflijk. Het batterij van mijn controller is laag. Nou, als die dan uitvalt tijdens de stream, dan valt ook de microfoon weg. Dat zou zonde zijn. En 8 kijkers is inderdaad niet slecht. Zeker niet voor 1 uur 's middags. Nou, deze bocht ging dan nu in theorie iets beter. In praktijk kom je dan wel wat langzamer het rechte stuk op. Maar we hebben nog ERS die we ook gewoon het hele rechte stuk gebruiken. Want anders hebben we hier tekort. Kijk, ja, hij gaat naar beneden en hij is groen. Bam. Nou, nog één goede ronde en dan gaan we de kwalificatie beginnen. Dat is een one-shot qualifying, want ik neem normaal de tijd niet voor een hele. Dat vind ik zonde van mijn tijd. Want meestal kwalificeer ik toch niet in Q2. En je doet er ook gewoon een uur over. Mochten mensen liever een hele qualifying format zien, dan ben ik op zich natuurlijk niet te beroerd om dat op de streams wel te doen. Maar mijn voorkeur gaat er niet naar uit. Nou, dat is een bocht. Ik ben daar nog niet gespind in de training. Maar ik ga er wel altijd wijd en dat is dan wel altijd een heel groot risico. Dit is een bocht, daar kun je de AI heel makkelijk manipuleren. Buiten om in te halen, schieten ze door.
En mijn delta op het moment is dan weer niet zo heel gunstig. Dus ook hier even de ERS aan. En dan doorrijden met die handel. Hoppatee. In de kwalificatie flashbacks gebruik ik overigens niet. Zeker niet in seizoen 1. Want dan een kwalificatie verpesten betekent gewoon een gratis motor erin hangen. Is winst. Nou, we zijn hier in de race simulatie nog nooit zo snel geweest. Dat is ook mooi. Iets te wijd begonnen. Dat noem je dan tegenwoordig de e-sports lijn. En ook gewoon de beste rondetijd die we in deze race simulatie gedaan hebben. En daar hebben we dan ook dik punten mee verdiend. Is winst. Proost, dames en heren. In een ideaal scenario kwalificeer je hier 11e, kun je een podium halen. Voor de kijkers, ik race. Meestal redelijk agressief in mijn verdediging. En PUBG-man, zie ik het goed uit. Spreek, mocht je het vervelend vinden dat ik de racelijn aan heb, dan zit er bovenin jouw tabblad een kruisje en daar druk je dan op. Ik stream omdat ik het leuk vind en ik stream met racelijn. Dus, dan weet je dat. Het woord Tobbert ken ik niet, maar bedankt. Ik heb wel het woord Tabbert, dat heeft Sinterklaas uit de taal. En ondanks dat de sponsor niet op de auto staat, staat er dus wel op het pak. Dus dat is dan nog de winst. Goed, focus. Het rechte stuk verliezen we dus al aardig wat tijd. Dat is de Ferrari motor en een beetje de vrij hoge downforce die we hebben natuurlijk. Na de eerste bocht liggen we al 22e, dus dat is niet bijster gunstig. Ja. Oké. Nou, dat zal dan dus 22e blijven. Dit heet ook weer vervelend. Ja, dit is toch zonder tijd. 2,7 op Hamilton is toch iets waarvan je hoopt dat het niet zou gaan gebeuren. Maar goed. En dan ook gewoon achter je teamgenoot starten. Dat is het meest pijnlijke in dit verhaal. Dus ja. Ja, ben ik niet gewend van mezelf. Maar ja, het is niet anders. Ik durf ook eigenlijk niet te kijken wat dan tijdsverschil is, maar we gaan het toch doen. En Sergio Perez. Nu de kwalificaties afgerond zijn. Poeh. Ja, dat is pittig. Dat is pittig. Doch, ook nog. Nou ja, daar heb je wel een punt. Het is redelijk teleurstellend. Ja, Ero. Waarom was je vandaag niet zo snel als je te... Nou, ik was minder consistent. Ik heb zijn rondje niet gezien, dus ik kan niet zeggen of ik minder consistent was, maar daar lijkt het dan maar op, hè.
Goed. Maar toch 2% coureursfaam erbij. Dat is hartstikke mooi. En dan is het afwachten of we in de race meer kunnen. Of dat dit gewoon een hele stream afwachten is of ik op een rondje gezet word. Ik vermoed wel dat ik op een rondje gezet word. Ik hoop de punten vooral te pakken in Canada en Frankrijk. Ja, ook hij heeft helemaal gelijk. Maar, ha, over dingen die niet heel realistisch zijn gesproken. Omdat het kan en we toch wel achteraan starten, zou het zonde zijn om dit niet te doen. En dan hebben we dit seizoen ook minder interesse in durability upgrades. Hoppatee. En door. Ik mag aannemen dat vrijwel iedereen dit doet. Mocht je hier nog nooit over nagedacht hebben, graag het over de tip. En mocht je het eens zijn met mij dat het onrealistisch is en het niet doen. Daarom niet doen. Ja, je hebt helemaal gelijk. Het zou natuurlijk een beetje gek zijn als een Formule 1 team alle drie de eerste motoren gelijk gebruikt. En dan een vierde doet. Maar het zit in het spel. En als de functie is in het spel, dan moet je er ook gewoon gebruik van maken. McLaren deed dit in de Honda tijd ook. Die deed er ook toen het nog kon. 2 per race weekend. Nou, laat ik er dan gewoon 1 doen. Ik heb ook eerlijk gezegd niet met naar mijn strategie gekeken. Maar het positieve is dan dat ik ook niet brandstof uit mijn auto heb geflikkerd. Nou, dit is wat krap. Maar ik lig voor mijn teamgenoot. Dat gaat niet lang meer duren, maar goed. De eerste ronde is wel altijd vrij spannend. Daarna zul je waarschijnlijk zien dat zelfs de Haas nog bij mij weg gaat rijden. Jo. Als ik het goed zie, rijdt Schwartzman met start nummer 22, maar ik dacht toch dat die al in gebruik was. Dus dan zal ik blind zijn. Voor een eerste race 18e en 9e worden met een nieuw team, dat lijkt me dan op zich nog wel prima. In de spiegel is het ook wel een mooie livery hoor, moet ik stellen. Het is ook goed te zien welke auto's van dit team zijn. En dan gaat het ons zo voorkomen dat wij de DRS verliezen op de Haas. Hier het aanremmen, dat gaat vrij redelijk, maar je bent gelijk weer kwijt. Ja, gaan we die doen? Rondje 13 tot 15. Dat is op zich een prima tijd om binnen te komen. En hier steekt Schwartzman dan een wieltje ertussen. Dat vereenvoudigt het zaakje niet natuurlijk. Wij eigenlijk nodig hebben is precies als ik naar binnen wil een virtual safety car, daar kan ik nog wel wat mee winnen, hoewel de kans groot is dat de mensen voor mij dan ook naar binnen komen.
Lewis Hamilton kon ik net niet zien, een 1.28.6. En wij doen dat in een 1.32.7. Is toch een pijnlijke constatering. Maar goed. Een van de dingen die nu kunnen gaan gebeuren is... nou, dit blijft het tempo en we eindigen voor de Williams en Mazepin. In een meer ideaal scenario gaat nu met de DRS de AI met elkaar vechten. Dan kunnen we misschien nog wat naar voren. De volgende race is Spanje. Daar is de AI vrij goed. Daarna Monaco. Daar ga ik waarschijnlijk uitvallen. Dus die stream zullen we twee races doen. En ik ben bezig aan een persoonlijke beste tijd. En opeens heb je toch 2,4 seconden achterstand op Schumacher. Volle druk van Schwartzman. Vroeger, toen ik nog wat jonger was, speelde ik Formule 1 2006. Daar had Ocon. En in Formule 1 2006 kwam ik nog wel eens binnen in de ronde dat ik wist dat mijn teamgenoot binnen zou komen. Want dan versloeg ik die makkelijker. Nou, dat gaan we hier natuurlijk proberen te voorkomen. Waarschijnlijk wordt het ook gewoon te zien omdat hij ervoor komt, maar goed. Normaal Ferrari motoren kun je prima verdedigen op het rechte stuk. Maar ja, het nadeel is dat je er dan zelf ook heen hebt. Nou, daar wordt Schwartzman waarschijnlijk ingehaald door Latifi. En dan komt een van de betere motoren in dit spel naar voren. En een Mercedes motor erachter houden op het rechte stuk is dan niet heel makkelijk. Het makkelijkste erachter te houden is de Alpine, naar mijn bescheiden mening. Maar ja, daar zitten we achter, dus daar hebben we geen reet aan. Schwartzman heeft Latifi mooi afgeslagen en daar is Russell heeft ervan geprofiteerd. Dat zou je dan pure winst kunnen noemen. De auto van Ocon staat er nog steeds. Geen track extension warning, dat is fijn. En we rijden wel iets weg bij Schwartzman, maar het zou toch fantastisch zijn als we die seconde kunnen breken. Het is natuurlijk wel zo dat je even in moet komen, dus ook deze ronde is weer een positieve verbetering ten opzichte van mezelf. Maar heel bijster gaat het nog niet. Hij zit in ieder geval ver genoeg weg dat ik dit wel redelijk gewoon normaal kan rijden. Normaal ben ik er ook nog wel fan van dat ze me op het eerste rechte stuk inhalen, want dan heb ik hier de DRS. Maar ja, daar zat hij te ver voor weg. We hebben hier de binnenkant van de bocht, dat is mooi. Hij zit nog aan de buitenkant, wou ik zeggen. En precies als ik dat zeg, voel ik ook dat hij er dus inderdaad zit. En hij zit er nog steeds. Dit is close racing, maar dit kost ook tijd. Dus, nou, Russell probeerde daar wat, maar die had daar wat moeite met de tractie. Dat was toch een mooi gevecht. Waarbij ik hoop dat ik geen schade heb opgelopen, want schade aan de auto allereerste tweede wordt er echt wel significant langzamer van. Maar goed, dit is dus hoe Russell en Latifi zich al hun hele leven voelen en dit seizoen ook de Haas. In gevecht met elkaar en de Haas. En dan mag je hopen dat de AI van Schumacher veel beter is. En niet dat de Haas daadwerkelijk redelijk goed blijkt. Want dan wordt het nog een pijnlijk verhaal. Kijk, hier komt hij er voorbij voor de DRS-streep. Dat remmen wij eruit.
En dan zou ik nu DRS moeten hebben. Precies. Zijn tractie was vrij goed, maar mijn DRS moet toch helpen te verdedigen hier. Hij zit nu ook aan de goede kant. Het was nog steeds vrij pittig verdedigen, maar ja, past er wel precies. Hoe ik toch daar ook altijd die curb raak. Zou denken dat je leert van je fouten, maar goed. Kijk, normaal kun je op Bahrein nog wat met het feit dat je in één stop doet. Maar ik denk dat iedereen voor ons ook gewoon voor ons weer terug de baan opkomt op dit tempo. Wij moeten wel echt heel snel hopen op heel veel upgrades, want dit is niet te doen. Kijk, en dan rij je een keer gewoon niet beter dan jezelf eerder en dan rij je wel afstand van Zwartman. Daar wordt het hele verhaal niet makkelijker van. Vroeger kon je hier echt heel hard remmen, maar dat zit er niet meer echt in, geloof ik. Goed, hij blijft er dit keer in ieder geval niet naast zitten, dat is fijn. Gezien het de tweede coureur is, was het ook wel winst geweest als hij niet steeds zou proberen in te halen. Maar ja, dat kun je hem niet vertellen, dat zou ook niet echt leuk zijn natuurlijk. Het is een race-spel. Niet een blijf makkelijk voor iedereen liggen spel, zeg maar. Maar het zou wel helpen. De ERS houdt het wel redelijk uit. Dus dat is goed nieuws. Nou gebruik ik het ook niet altijd. Maar tot nu toe gaat het redelijk. Ik had ook hetzelfde kunnen doen als een Motorsport Manager waar de teambaas Jarno Trulli is. Dan hadden we daadwerkelijk de Trulli train. En eigenlijk jammer dat ik de vrij goede uitremactie in de eerste bocht niet echt voltooid heb. Want dan zat in ieder geval ook nog Schumacher erachter. Maar goed, ook daarin kun je niet alles hebben. Nou, daar leek hij toch vrij ver weg te beginnen, maar hij kwam aardig goed dichterbij. Moet ik toch stellen. Nou, mijn exit was een keer beter. Is winst. Als je dan hier even een sectortje met Russell wil gaan vechten. Goh, ik heb de curb niet geraakt. Ik word er niet sneller van, maar ik heb de curb niet geraakt. En we hebben nu Russell achter ons met een Mercedes motor, dus RIP P16. Hoho. En wederom geen track extension. Het is niet sneller. Het is ook niet per se langzamer. En je wint er wel degelijk wat mee op dit rechte stuk. Giovinazzi, die is binnen geweest met een rode band. Zou die dan daadwerkelijk in de top 10 gestart zijn? Ja? Ja, pijnlijk. Daar komt hij. Uitremmen die handel, gewoon insturen. We hebben hem geraakt. Ja, dat is jammer. Gele vlag. Dit is zonde.
Ik liet ook niet heel veel ruimte, moet ik eerlijk zeggen. Dus dit is wel een beetje een 50-50 deal. Dat was te voorkomen geweest. Maar goed, ik beloof jullie, voor het eind van de race zit hier weer gewoon in het groepje hoor. Dat is onvermijdelijk. Kunnen we nu even testen of ik weg kan rijden bij Schwartzman als hij geen DRS heeft. Schwartzman heeft wel net genoeg lucht van Latifi dat hij waarschijnlijk niet heel verdedigend hoeft te rijden. Maar de DRS levert wel gewoon echt rondetijd op. Dus als je dat daadwerkelijk hebt, kan dat wel degelijk bijdragen aan het wel of niet volgen. Nou, we halen ook gewoon Vettel in. Top 10 was dus nog niet zo ver weg als ik dacht. En dan zou nu een safety car zeker niet slecht uitkomen. Want dan komen ze straks nog een keer binnen als ze niet zo heel ver achter liggen. Nou is een Aston Martin verdedigen allereerst vrijwel onmogelijk en ten tweede zonder tijd. Dus daar ga ik niet heel hard mijn best voor doen. Ik ga niet heel veel tijd verliezen. Dus hier buitenom, dat kan die vergeten. Hier buitenom wordt een pijnlijke kwestie waarschijnlijk. Dat bedoel ik. Dat is dus wat ik aan het begin al zei. Hè. Je kan daar de AI wel aardig uitlokken om zichzelf te verremmen. Alleen moeten ze echt wel overspeed hebben om daar überhaupt een actie te proberen. Ik kan daar ook gewoon iets harder insturen, dan haal ik die misschien, maar oké. Snelste ronde heeft Lewis dan weer verbeterd, maar heel veel scheelt het volgens mij niet. En ik ben gewoon nog steeds 3,8 seconden langzamer. Sainz, die nu achter Schwartzman ligt. Het gat met Schwartzman blijft ongeveer nu hetzelfde. Wat dus betekent dat 100% AI in principe dan werkt. Want ik rij net zo hard als mijn teamgenoot. Dat is realistisch. Betekent ook dat als ik ooit een betere teamgenoot inhuur, dat die dan sneller wordt dan mij. Dat zou vervelend zijn, maar het is niet anders. Er zijn wel circuits waar ik daadwerkelijk beter ben dan de AI en zeker ook andersom. Het grootste voorbeeld blijft Monaco. Zou wel helpen als je naar het scherm blijft kijken. Daar had ik bijna de klassieke fout om daar de binnenbocht te nemen. Dat is absoluut onverstandig. Perez met de snelste ronde. Max Verstappen met de snelste ronde. Nee, 28-4. Dat is dus 4 seconden sneller dan ik. En deze ronde was niet mijn beste ronde. En dus ook gelijk Schwartzman weer aardig terug. En de pech die je nu kan hebben is dat Schwartzman DRS heeft op Sainz. En dat Sainz dan Schwartzman meeneemt. Maakt niet heel veel uit, want ik ga daar een beetje enthousiast. Nou, kunnen we Sainz hetzelfde laten doen als Vettel? Nee. Moet je ook niet willen per se, maar toch.
Het is een Ferrari motor tegen een Ferrari motor. Maar wel de downforce van de Scuderia en niet van Ackerman Racing. Dus ik wil precies zeggen, dit gaat niet heel lang duren. Als we dan nu niet zulke vuile lucht zouden hebben en bijblijven dat ik zo ook een keer DRS heb. Ik zit er denk ik eigenlijk te dichtbij, dan moet ik hem weer in gaan halen, maar goed. Pitwindow open voor de harde band, daar wordt niemand vrolijk van, de harde band. Maar een twee stopper, dan word je sowieso laat. De dingetjes die dan op de medium soms bijna fout gaan, dan op de harde band sta ik gewoon achter ze vol. Dus dan wordt wel een dingetje. Maar goed, de AI op de harde band is ook significant langzamer, dus misschien draagt dat dan nog ergens aan bij. Ja, verkeerde knop. En we hebben in dit verhaal wel gewoon Latifi gelost. Maar ja, dan moet ik straks weer gaan verdedigen op Schwarzman. Dan is Latifi zo weer terug. Graden voorvleugel erbij is op de harde banden niet onwenselijk. Er komen meer mensen naar binnen, maar het goede nieuws is dat wij achteraan staan. Dus die houden ons in ieder geval niet op. En hoe die het gedaan heeft hij het gedaan met Mazepin ligt voor Russel. Nou, dat was dus op koude harde banden alweer het eerste momentje. En deze ronde moeten we wel echt ons best doen. Want anders gaat mijn teamgenoot nu harder op de mediums als ik op de hard. En gaan we die positie verliezen. En dat kan de bedoeling zeker niet zijn. De harde band is oprecht een crime om op te rijden. De overcut werkt in Formule 1 2021 ook meestal wel degelijk. Wachten tot rondje 15 was in principe ook niet per se onverstandig geweest. Maar we zullen zien. Teamgenoot is in de pits. Dat betekent dat wij deze rechte stukken wel echt aan moeten vallen. Latifi is in de pits. Die banden zijn verwisseld, dus die rijdt alweer. We blijven voor Latifi, we blijven voor Schwarzman. Dat is mooi. Hij dan ook daadwerkelijk last heeft van koude banden, niet als zijnde een goede AI gelijk weer op een treinspoor komt te rijden. Zou dat winst zijn? We hebben ook gewoon tijd gewonnen op Latifi met de pitstops. Maar Schwarzman zit nog steeds binnen DRS range. Uiterst vermoeiend. Weer de verkeerde knop.
Al sturend een knopje proberen te raken is toch lastiger dan dat het lijkt. En hoe is Zwartsman hier opeens sneller dan ik? Dat is hier nog nergens geweest. Maar oké, ik zal hem de ruimte geven. En dan gaan we er zo met de DRS gewoon weer voorbij. Dit moet alleen in de laatste ronde niet gebeuren. Want dan pakken we hem niet voor startfinish weer terug. Maar nu hoeft het niet zo'n probleem te zijn. Hij accelereert wel vrij goed uit. Oei, pittig. Ja, apex gemist. En hij zit er weer voor. En dat betekent dat wij deze positie zeer waarschijnlijk blijvend kwijt zijn. Want in de vuile lucht bijblijven is niet makkelijk. Maar goed, hier hebben we zo in ieder geval nog wel DRS. Zodat we de auto op tijd gestopt krijgen. Ja, en daar is zijn seconde. Pijnlijke constatering dit. Nou, dat was ook een lijn waar je niet vrolijk van hoor. Het kan nog wel. Gaan we hier op tijd op het gas en dan hopen dat dat goed gaat. We zitten er nu iets verder achter, maar de winst is dan dat je er naartoe remt in plaats van er voorbij. En dan moeten we hier iets... Ja, nee, mislukt. Ik wou zeggen, dan moet je hem hier iets strakker en dan op tijd op je gas, maar al daar op tijd op je gas gaan, dat is eigenlijk gewoon zelfmoord. Nee. Wat ons nu zou kunnen redden om onze teamgenoot nog te verslaan, is een safety car en dan naar binnen komen voor de softs. Dit is zonde. Ondertussen zit ik ook nu te veel in focus mode om nog heel veel nuttige dingen te vertellen. Je ziet het wel meteen, want dat was de eerste keer dat ik die lijn echt goed neem. Maar het krijgt ons niet terug in de DRS. Ja, dit is zonde. Ik denk wel dat ik vanaf volgende race een korte qualifying ga doen. Als ik dan iets dom doe in de eerste ronde, heb ik gewoon poging 2. Ja, dit is een gemiste kans.
er nou wel voor Giovinazzi, maar die rijdt op de mediums, dus dat lijkt me ook niet per se een plek die je vasthoudt. Ik ben oprecht wel verbaasd over de relatief goede snelheid van Mick Schumacher in deze. We rijden weg bij Latifi, dus dit wordt niemands land. Als iemand nog een leuk verhaal heeft, dan zou ik zeggen begin. Ik heb er op het moment geen. Ik heb eigenlijk alles wel verteld al vandaag wat ik wou vertellen. Mijn zus is bevallen vanmorgen. Dat weet nog niet iedereen waarschijnlijk. Van een meisje, de tweede dochter. Volledig gezond, 4,29 kilo. Toch winst. Ik word niet vaak verslagen door mijn teamgenoot. Ik moet toch eerlijkheidshalve bekennen dat dat wel een kleine irritatiefactor is. En ik had daar niet over moeten beginnen, want dan krijg je dit. Dus tot zover ook de voorsprong op de Williamson en Mazepin. En dan liggen we nu achteraan. Fantastisch. Het moest natuurlijk een keer misgaan. Hamilton uitgevallen, oké. Kom maar door met de safety car, jongens, kom maar door. Nou, dat duurt al te lang, dus dat wordt geen safety car. Ik had hoop, vandaar ook mijn wijziging naar de rode band, maar het mocht niet zo zijn. En dit wordt een DRS-trein, dus daar ga je ook niet heel veel winst uit halen waarschijnlijk. Maar ja, ik was sneller dan Latifi, dus in theorie zou ik ze nog moeten terug kunnen pakken, zou je denken. Hier komt een gele vlag, dat helpt niet. Latifi en Mazepin lijken daar niet heel veel... ...van uit te maken, maar oké. Het is jammer dat die eerste bocht gewoon net niet lukt steeds. De tweede DRS-zone heb ik dan exact helemaal niks aan. Maar goed, het is in ieder geval weer iets spannender of ik dan die mensen nog in kan halen. Dat is dan wel winst. Jammer van Giovinazzi, maar... Die hij er realistisch gezien toch nooit achterhaal. Ik heb het idee dat zij de ERS ook gebruiken, want mijn ERS brengt me niet echt dichterbij. Dus. Een do or die actie is ook weer wat. Zij rijden hier echt op rails hoor, ik heb dat zelf dus niet.
op dit tempo gaat die eerste sponsor ook wel even duren, denk ik. En je ziet ook gewoon aan de rondetijd dat ik sneller kan, maar ja, het gebeurt niet. Dan gaat het niet heel lang meer duren voordat we op een ronde gezet worden, denk ik. Daar kun je dan met een beetje geluk nog gebruik van maken om deze drie mensen in te halen. Nou, kom op, zo dichtbij ben ik nog niet echt geweest. Je moet toch een keer doen. Ja. Oké, dat die do or die, dat slaat helemaal nergens op. Dat is niet heel eerlijk tegenover de rest. Dus we gaan het niet nog een keer doen. Nou, ik dacht ik probeer iets verder naar buiten te beginnen, maar dat mag ook geen rol uitmaken. Er is maar één bocht waar ik echt gewoon moeite mee heb hier. Ten opzichte van de AI, deze bocht heb ik ook moeite mee, maar niet ten opzichte van de AI. En precies daar is de beste inhaalmogelijkheid, dus dat is gewoon zonde. Ja, ik wou zeggen, die nam ik iets te agressief, maar het ging nog. Maar ja, het ging dus niet. Dus ja, tot zover de redelijke prestatie om bij te blijven met iedereen. En dan is het nu 7 ronden cruisen na de finish. Gewoon 2 spins in een race, hoor je niet goed van. Ja, het is niet anders. Ik had er wel wat meer van verwacht, moet ik eerlijk zijn. Ik ben ook een vrij slechte verliezer. Dus onder het mom van geniet van het motorgeluid zeg ik nu iets minder dan eerst. Ik hoop ook dat überhaupt de controle nog aan staat. Het ergste is dat die controle dus vrijwel niks doet en dat nog in een dag leeg is. Nou, dat zal ook de leeftijd van dat ding zijn. Je kan tegenwoordig ook nog de instelling wijzigen dat je meer safety cars wil. Dat zou je toch bijna doen. Nou, de Hamilton-lijn, geen penalty, dat is mooi.
Dan zie je ondertussen ook de leiders aankomen. Maar ja, ik zit nu wel iets te ver weg om dan nog voorbij de rest te geraken. Maar zoals Davy zou zeggen, hoef je in ieder geval een ronde minder. Of ik nou laatste word in 28 of in 29 ronden, vervelend is toch wel. Oi. Mocht iemand nog tips hebben voor seizoen 2, voor die eerste bocht in Bahrein, zijn welkom. Ik denk niet dat Bottas mij nog op een ronde gaat zetten trouwens. Ik vermoed dat hij daar net te ver weg voor is. Maar het zal niet veel schelen, denk ik. Er is nog een zeer reële kans dat ik op hem ga wachten. Ondertussen wel mijn eigen beste rondetijd aan het verbeteren. Ja, de laatste bochtencombinatie was het niet. Dus tot zover ook je eigen rondetijd verbeteren waarschijnlijk. Nou, toch 2/10 eraf. Bottas gaat nu zijn laatste ronde in en zet paars neer, maar die heeft wel een achterstandje. En is nu aan het uitvallen, denk ik, want er hing een gele vlag achter me. Als ik het goed zag. Of hij heeft gewoon een foutje gemaakt, de AI maakt wel ook fouten. Hij zit ook niet meer zo dicht achter hem als dat hij zat. Bottas heeft een fout gemaakt en er ligt nu een McLaren aan de leiding, mensen. Nou, laatste ronde.
Ik heb toch het idee dat races van 25% beter zijn, want dan heb je minder tijd om fouten te maken. Maar ja, je hebt ook minder tijd om strategisch winst te pakken op anderen. Lando Norris met zijn eerste overwinning. Nou, dat doet hij goed. Dit is toch een immense teleurstelling. Maar het is mijn eigen schuld, twee keer gespint. Dus ja, doe niks aan. En Norris gaat naar het podium met beide Red Bulls. Daarachter Bottas en Ricciardo en de rest is niet te zien. Doet McLaren goede zaken, Red Bull doet goede zaken. Ackerman Racing, however, heeft het minder goed voor elkaar. Maar we zullen een feestje vieren dat wij de eerste race in ieder geval gefinished zijn. Dat de stream gefinished is. Positief blijven, dames en heren. Vanaf hier kan het alleen maar beter worden. Alonso is driver of the day. Geweldige. Dat is leuk. Wat een prachtige overwinning. Ja, die zal er wel blij mee zijn, ja. Podium gaan we uiteraard niet kijken, want dat boeit mij in ieder geval niks. Want ik sta er niet op. Perez tweede geworden, als ik het goed zag. Nou, dat is ook leuk. Nu is het tijd om te zien hoe dit resultaat effect heeft op de stand bij de coureurs. Lando Norris, mijn beste tijd was dus een 1:31.3. Geweldig talent op de baan vandaag. Maar Bas, wie vind je? En ja, de beste tijd van alle andere coureurs was ook beter. Dus dan is het ook wel realistisch dat de laatste wordt, laten we eerlijk zijn. Dus bij deze bedankt voor het kijken. De volgende stream hoop ik van harte dat de performance wat beter is. Goeiedag vandaag. Zal waarschijnlijk morgen zijn. Je hebt vandaag verloren. Hoewel ik ergens nog wel op babyvisite ga natuurlijk. Het was inderdaad niet de meest vlekkeloze race. Maar dat gaan we niet vertellen. Dus dikke doei. Graag gedaan voor mijn tijd. Ook jullie bedankt voor de tijd. En tot de volgende.